Het Snowcore is in 2001 opgericht door 5 kinderen. Maar kleine kinderen worden groot en kleine koren ook, zoals je ziet. Inmiddels zijn ze met 25 jongeren. 2 keer per jaar treden ze op, met een kerstuitvoering en met een zomerse musical. Ze deden auditie voor Korenslag en dat deden ze goed. Heel erg goed. We gingen naar Loosdrecht om hen dat te vertellen. We zijn in Loosdrecht, waar we de leden van het Snowcore in stijl gaan overvallen. Met deze iets wat overdreven limousine. We halen ze één voor één op en beginnen bij Tamsin en haar moeder Jackie, die dirigent is van het koor. Gefeliciteerd, jullie zijn door. En we gaan nu langs bij Rowena en Morgan. Ik ben heel benieuwd hoe ze reageren. Hoi! Kijk eens wat we voor jullie hebben. Leuk, hè? Ja, wat vonden jullie ervan toen wij voor je deur stonden? Ik verbaasd. Ja, ja, hè? Ja, ik dacht van... Wow. Moet er wel netjes uitzien op tv, hoor. Ja, ja, maar we moeten wel laten zien dat wij wel een jongerenkoor zijn. Ja, ja. We moeten ook het lachen in studeren, want soms dan lachen we echt gewoon niet. Onze volgende overval vindt plaats in deze supermarkt. De dames zijn aan het werk en denken dat de cameraploeg een bedrijfsfilmpje komt maken. De filiaalmanager zit natuurlijk in ons complot. Attentie, Karin en Lisa. Grondafdeling alsjeblieft. Spoed. Ja, je wist al dat er wat speelde. Maar ik heb wat voor jullie. Een envelopje. Ga maar kijken wat erin staat. Dat is wel heel leuk, ja. En ook op hen staat 12 meter limo te wachten. Het wordt steeds gezelliger in de auto en de Korenslag-vibes beginnen te komen. Tijd voor een toast. Jullie kunnen straks niet meer over straat in Loosdrecht. Nee, straks zijn we beroemd in Loosdrecht, ja. Volgens mij zijn we het al eigenlijk. Nou, dat zijn jullie denk ik inmiddels al. Ja, inderdaad. Ja. Jij bent een van de oprichters van het koor. Het is door 5 meiden opgericht. Ja, maar ik sta hier tussen eigenlijk 3 zussen. 1, 2, 3. Alle 3 ook dochters van de dirigent. Ja, hoe is het nou om je moeder als dirigent te hebben? Ja, het is wel raar, want als ze dan met koor is, dan is ze... Ja, net een leraar. Dat is heel raar. En dan als ze thuis is, dan is ze gewoon je moeder. Dus dat is even wennen. Ja, en dat is even lastig. Dan denk je van, in welke hoedanigheid zeg je het nu tegen mij? Ja. Ja, maar ja, lastig hè, hoedanigheid. Een beetje een domme vraag voor mij. Hey, maar vertel eens, is je moeder, is ze streng voor jou ook op het koor? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En is je moeder niet streng? Nee. Maar hoe is het dan voor jou? Soms is het een beetje moeilijker met mijn eigen kinderen dan andere mensen, omdat ze luisteren niet zo goed. Je kinderen luisteren niet zo goed? Ja. 2 van de 3 eigenlijk. Oh, wie zijn dat? Die 2. Die luisteren niet zo goed? Nee, maar is dat zo? Want dan kan ik me voorstellen, dan begin je als jong meisje in het koor en dan is het nog allemaal leuk. Maar ja, dan word je op een gegeven moment, denk je, ja maar, hou nou eens op of niet? Nou, het valt wel mee hoor. Nou ja, zij zegt, ze luisteren niet altijd even goed. Klopt dat? Ja, eigenlijk wel, ja. Stiekem wel een beetje. Maar het is nog leuk genoeg om in ieder geval ermee door te blijven gaan. Want jullie zijn super fanatiek, hè? Oh ja hoor. Ja, echt. Ja, zeker weten. We gaan naar de tweede opdracht.